Een verdrietig bericht. Roy en zijn partner Aniek, die te zien waren uit het programma Over mijn lijk, zijn op Instagram openhartig over de gezondheid van Roy. Aan de eerste zin van dit artikel kun je al opmaken dat het niet goed met Roy gaat. Via social media valt Aniek direct met de deur in huis. Roy gaat steeds verder achteruit. Hij is niet langer meer in staat om naar de stad te gaan. Gewoon even gepikeerd dat we weer alleen op pad gaan, ook al kan Roy hier helemaal niets aan doen, aldus Aniek op Instagram. Het is niks aan zonder Roy, zaterdag is vaak vaste prik om samen de stad in te gaan. Dit kan nu dus niet meer. Aniek en zoontje Scott zijn uiteindelijk samen naar de stad gegaan. We hebben wat boodschapjes gekocht, al dus Aniek die het wel erg warm vond en daarom niet lang weg is geweest. Eerder moest Roy nog per ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht. Vlak daarvoor kreeg hij namelijk een epileptische aanval. In 2018 werd bij Roy een hersentumor gediagnosticeerd. Na zijn diagnose onderging hij twee hersenoperaties, waar een groot deel van de tumor werd verwijderd. Omdat de tumor diffuus is, lukte het niet om hem helemaal te verwijderen. Tijdens de operaties was ook een deel van de linker hersenhelft van Roy beschadigd, waardoor hij enorme moeite heeft met zijn gedachtegang, geheugen en spraak.